Ik ben bang dat er heel veel mensen zijn die deze beelden niet zullen opvatten als een wake-up call, als een herinnering aan de jaren 30 waar jij aan refereert, maar als denken, hey, zoveel macht kun je dus ontplooien als individueel mens. Misschien moet ik wil ook in beeld. Even naar de beelden van gisteravond van een activist die Sigrid Kaag bij haar huis opzocht met een brandende fakkel. Liefde, vrijheid, GVO, economisch forum. Woont hier mevrouw Kaag? Ja, hallo. Goedendag, kun je even komen? Kaag is hier, Eline, kom even. Hey, er zijn de kinderen. We willen even met je spreken, mevrouw. Kijk mensen, vol in beeld. Dat is denk ik, verschrikkelijk om dat aan je deur te krijgen. En maar hij is opgepakt. Hij is opgepakt en hij is ook al een keer bij Hugo de Jonge ook al geweest. Ja, gewoon, wat moeten we met die mensen? Ja, wat moeten we ermee? Dat was een fragment uit Bo. Dus het was eerst te zien op een sociaal medium en daarna is een fragment uitgezonden door Bo. Wat moet daar de afweging zijn? Kan dit wel, Sandrina? Ja, ik vind wel een dilemma. Weet je, het vervelende. Ja, weet je, ga je dit uitzenden of niet? Of ga je dit laten zien of niet? Omdat je toch weer in die privacy zit van zo'n minister. En je weet ook alles wat daaromheen speelt qua veiligheid. De andere kant is dat het al open en bloot op al die social media kanalen te zien is. Dus ik vind het wel een dilemma. Jan Kees? Ja, nou ja, en ik denk ook dat het bijdraagt aan het inzichtelijk maken en de ophef die hierover zou moeten ontstaan. Want hoe is het mogelijk dat iemand die een paar weken geleden bij het huis van Hugo de Jonge eenzelfde soort iets uithaalde, daar zijn geen beelden van. Nu zien we hoe hij te werk gaat. Ja, dan vraag je toch echt nog meer af. Hoe kan het dat deze man dit nog weer kan doen? Ja, maar goed, de vraag is wel, heb je daar die beelden voor nodig? Nou, ik denk wel dat het wel extra hard binnenkomt. En dat daardoor ook in de samenleving iets van verontwaardiging ontstaat. Meer dan dat je het wegdrukt. En wat is de andere kant van dat verhaal? Ik bedoel, wat is de schade die het uitzenden van beelden op een mainstream kanaal? Een beroemde copycat gedrag. Ja. Dat mensen het gaan kopiëren. Vroeger in de jaren 60 had je een zogenaamd burgemeestertje. De burgemeester kon dit soort lui van de straat halen. En tijdelijk opsluiten. Ja. En dat is allemaal veel moeilijker geworden. Misschien ook wel terecht. Maar ik denk dat je als medium toch heel voorzichtig moet zijn met het presenteren van dit soort beelden. Ja, maar het staat dus wel al online. Dus. Je hebt wel je eigen verantwoordelijkheid. Ik denk niet dat welke krant, radiozender of televisiestation de illusie moet hebben voor de hele wereld te spreken. Maar je spreekt voor jezelf. Jullie spreken voor de regio, Gelderland. Boeren hebben wel eens bij Rob Jetten voor de deur gestaan. Ja, ja. Hebben jullie dat toen uitgezonden? Nee. Oh? Nee. We waren wel op de hoogte ook van de actie. En we hebben daar ook gewoon niet aan bijgedragen. We hebben ook gewoon gezegd, wij doen daar geen verslag van. Ook omdat het wel erg voelde als voor een karretje gespannen te worden. Want iets wordt pas groot als de media erbij is. Hè? Ja. Dus we hebben gewoon besloten om dat niet te doen. Het was uiteindelijk ook maar een paar man die bij hem voor de deur stond. Ja, maar goed. Maar het was ook wel een nieuwsfeit weer. Zeker, en dat is ook logisch. Want weet je, als je iets van iemand moet, dat geldt voor jou of voor mij, maar dat geldt zeker voor politici, dan is het op zakelijk gebied. Dan gaat het over werk. Dus als je iemand wil aanspreken op zijn werk, dan moet je bij de Tweede Kamer zijn, of je moet bij Omroep Gelderland zijn, en niet bij iemand zijn privéadres. Maar waarom zend je dan wel een man met een fakkel uit in een straat in Den Haag? Hey, ik vind het een dilemma. Ik denk dat wij daar een flinke discussie over. Ik weet niet wat de uitkomst zou zijn geweest. Want ik hoor ook wat hiernaast wordt gezegd. Van ja, je kan er ook aan bijdragen. Hè, om juist te laten zien wat die impact is als iemand bij iemand voor de privé voor de deur staat. De andere kant is, wil je daar aan meewerken? Nou ja, we hebben toen met Rob Jetten hebben wij het niet gedaan. Nee. En daar sta ik ook wel achter. Maar dat was nog wel weer anders. Omdat dat een soort actie was vooropgezet. Het is voorgehaald. Uur ook al even aangeraakt. Kijk, het heeft allerlei referenties naar donkere tijden uit de jaren 30. Hè? Mensen die met fakkels rondlopen en dan voor deuren te gaan staan. Ja. Ik denk dat je door dat inzichtelijk te maken, dat je daarmee toch meer bewustzijn creëert voor wat het. Dit valt niet te vergoeilijken. En zeker omdat het al de tweede keer was dat deze persoon dat deed. En ik heb begrepen dat, maar ik heb het niet gezien, maar dat Bo wel delen heeft afgeschermd, waardoor het niet duidelijk te zien is waar de minister woont. De redactie zegt, we hebben zeker getwijfeld. Het gaat erom, we zijn een actualiteitenprogramma en nieuwswaarde is dus belangrijk. We kijken meteen of het een herkenbare straat is. Ja. In dit geval was dat uit de beelden niet herleidbaar. Gaat altijd in overleg met eindredacteur en beeldredacteur. En in dit geval was dat ook redelijk kort op de uitzending. Nee, dan is er dus wel een aantal schakelingen geweest met erover nadenken. En nogmaals, het is een heel indringend beeld waarvan ik denk dat meer mensen zich bewust zouden
moeten zijn dat dit aan de hand is in Nederland. Ja, okay. Maar ik dat ben ik met je eens, Jan Kees. Maar het is het woord vergoelijken zou ik toch willen, wat zou ik zeggen, dan zou ik met een korrel zout willen nemen, laat ik het zo formuleren. Want ook gisteren zag je weer dat er op Twitter, ook van politici, berichten kwamen als nee, dat kan natuurlijk niet, maar puntje, puntje, puntje. En dan komt er een voorbeeld wat over henzelf gaat in dit geval, of over een gebrek aan aandacht voor eerdere acties. Bijvoorbeeld in dit geval de verfbom die naar het partijkantoor van Forum voor Democratie is gegooid door antifascisten vorige week. Mm-hmm. Heel slecht. Ik ben bang dat er heel veel mensen zijn die deze beelden niet zullen opvatten als een wake-up call, als een herinnering aan de jaren 30 waar jij aan refereert, maar als denken, hey, zoveel macht kun je dus ontplooien als individueel mens. Misschien moet ik wil ook in beeld. Nou ja, goed, de betrokkenen die zond het ook uit op Facebook, hè, via een livestream. En dat is natuurlijk ook het dilemma waarvoor we komen te staan. Mensen hebben tegenwoordig allemaal hun eigen medium. Met als gevolg dat ze... Het is toch ook heel curieus dat de borsten van een kunstobject worden afgeplakt op Facebook, maar dit wordt gewoon uitgezonden. Ja, ik denk toch dat we met dit soort mensen in gesprek moeten. En de dialoog moeten blijven voeren. Ja, ik vrees toch wel liever in een spanlaken in gesprek dan zonder spanlaken. Ja, maar misschien ja, weet je, de situatie is er niet altijd naar, maar het liefst zou je met zo'n... wil je gaan kijken van, goh, misschien moet ik met deze man koffie gaan drinken. Wie weet heeft hij er ook nog wel iets zinnigs te melden en is hij gewoon al heel lang niet gehoord. Maar goed, ja, nou ja, maar dan liefst wel in de dwangbuis dan. Want ook journalisten hebben met dit soort vormen van intimidatie te maken. Ik wil niet zeggen fakkels, maar goed, er zijn wel brandbommen bij journalisten naar binnen gegooid. En blijkt ook over de jaarcijfers dat er meer melding is gedaan door journalisten van bedreiging en fysiek geweld. Verdubbeld zelfs ten opzichte van 2020. Sandrina, dat doet ook denken aan een beslissing die jullie namen om geen verslag meer te doen. Althans praatjes rondom voetbalwedstrijden, risicodemonstraties. Bevestigt dit nieuws jouw beslissing van toen? Ja, en daar sta ik ook nog steeds 300% achter. En dit zijn gewoon super lastige beslissingen en besluiten. En elke keer denk je weer van, ja, verdikkie, wij moeten toch gewoon verslag kunnen doen op alle plekken van de wereld, weet je, dat gevoel. En de andere kant is dat jij echt wel wil dat jouw medewerkers 's avonds weer thuiskomen. Dus dat is elke keer wel een soort van afwegingen. Ga ik tussen de voetbalhooligans staan of doe ik het niet? Mm. En wat mis ik dan als ik het niet doe? En hoe strak gaan we daar dan op zitten? Wat valt er met die groep te praten, nee, zoals jij net zei? Nee, maar weet je, het is ook onze taak als er rellen zijn om daar wel verslag van te doen. En dat doen we ook gewoon. Dus ik kan iedereen daarin geruststellen. Mm-hmm. Maar het is best pittig soms. En we moeten heel goed nadenken van tevoren als wij naar groepen mensen gaan. En of het dan een demonstratie is, of een voetbalwedstrijd, boeren, of whatever. Dan moeten wij aan de voorkant echt met een protocol in de hand de veiligheid van onze mensen gaan waarborgen. En dat is soms heel lastig werken. Want eigenlijk willen we dat liever niet. We willen er gewoon op af. En de boeren? Want die hebben je ook veel actievoerend in jullie provincie. Ja, voor de kerst kwamen ze nog even langs. Nou ja, weet je... Langs? Ja, bij de studio. Ja. Nou ja, weet je, wij staan toch wel voor dat wij vooral in gesprek willen. En dat ook doen. En wij ook merken dat ook die boeren openstaan voor gesprek. En we zijn het niet eens. En die conclusie kunnen we ook trekken. En dat kan zijn dat dan toch nog pijn veroorzaakt, zeg maar, bij de protesterende boeren. Maar we proberen wel naar ze te luisteren. En weet je, vaak hebben ze ook wel iets om naar te luisteren. En heb je dat ook serieus te nemen? En moet je ook echt wel met ze kunnen bespreken, dat je ook hun perspectief beschrijft. Ja, maar dan krijgen ze dus toch wel invloed op de berichtgeving, Hubert? Nou, ik vraag me af hoe je open en eerlijk kan luisteren wanneer je zelf geïntimideerd wordt als journalist. Ja, ik heb me daar geen moment trouwens geïntimideerd gevoeld. Dan is het een maar dat doet zich wel voor. Ja. Hè? Dus, ik kan me voorstellen dat mensen zich dat, hè, als je 25 trekkers voor de deur hebt met 50 boeren, dat dat wel enigszins intimiderend over kan komen. Dat aspect, dat, zeker, dat wil ik iets zeker, meer over dat, weten. Dat is waar. Ik heb dat nooit meegemaakt. Nee, ik heb in mijn jeugdige tijd als journalist natuurlijk veel met krakers te maken gehad. En die kwamen ook wel eens langs om verhaal te halen over een stuk wat ze hen niet beviel. Oh ja? Ja, maar dat was zonder bivakmuts. En ze wilden graag ook een kopje koffie eerst. Mm. Dus dat is onvergelijkbaar met nu. Jan Kees?
Nou, bij de werkte je al bij de Telegraaf toen de bouwvakkers daar verhaal kwamen halen? Nee, toen nog niet. Nee, toch? En ik werkte er ook niet meer toen daar een auto naar binnen reed een paar jaar geleden. Maar ik heb wel mensen gehad met wapens op de redactie. Dat is wel gebeurd. Dat klinkt dan weer maar iemand met een mes. Laat ik het dan iets nuanceren. Dat is heel intimiderend. Maar dit maakt ook dat je grote mediabedrijven nodig hebt om die journalistiek sterk te laten zijn als collectief. Want freelancers zullen veel sneller zwichten voor intimidatie dan mensen die weten dat ze gesteund worden door een grote mediaorganisatie. Kijk, zo'n John van den Heuvel die en Mick van Welen, andere misdaadsverslaggevers die al jarenlang beveiligd worden. Ja, dat gaat tegen hoge kosten ook van de redacties. Een deel betaalt natuurlijk de overheid. Andere delen moeten die redacties, die mediabedrijven betalen. En het is heel fijn dat dat kan en dat ze de macht en middelen hebben om dat te doen, zodat die mensen door kunnen blijven gaan met hun werk. Dus ik denk wat dat betreft dat het belang van krachtige mediaorganisaties daarbij groot is. Ja. En ik denk ook dat vanuit de overheid het zo moet zijn dat mensen ervan doordrongen zijn, dat van journalisten blijf je af. Overigens, je blijft van iedereen af die zich in het publiek debat mengt. Ook van politici en ook van andere particulieren. Ja, maar goed, we hadden het voor Tine over het klimaat. Hè? Journalistenvakbond NVJ is ook bezorgd over de opruiende taal van politici richting pers. PVV-leider Wilders noemde journalisten media vorig jaar nog tuig van de richel. Uitzonderingen daar gelaten. Ja, nee, dat is ook niet zo mooi van iemand die in het politiek discours bezig is. En dat kan hij beter niet doen. Omdat je kunt het met journalisten eens zijn of niet eens zijn. En gelukkig hebben we er heel veel, waardoor we een pluriform beeld hebben. En waardoor iedereen wel bediend wordt in het journalistieke, in de media. Maar goed, het gaat dan natuurlijk niet aan dat er politici zijn die hun achterban opruimen tegen journalisten. Nee, en zeker freelancers zijn dan extra kwetsbaar. Zo zie je dat ook. Ja, dat denk ik zeker. En ik vind ook dat je ook die freelancers waar je stevast mee samenwerkt, dat je ook die in bescherming moet nemen. En als wij ze op pad sturen, dan geldt hetzelfde als voor onze tussen aanhalingstekens eigen mensen. Maar ja, weet je, het is wel lastig. Wij kunnen nog een keer procederen of naar de rechter stappen of iemand camera's ergens ophangen of noem maar op. Als je als freelancer stevast wordt bedreigd, ik kan me voorstellen dat je dan of stopt met je werk of misschien wel je berichtgeving een beetje aanpast om te voorkomen dat er iets gebeurt. Ja, dat ik denk dat toch echt wel zien te voorkomen. Ja, maar ik denk dat het al gebeurt. Ja? Ja, zeker. Ik denk echt je wel. Je denkt dat het, maar heb je aanwijzingen? Nou ja, weet je wat wij natuurlijk wel zien is dat er natuurlijk best wel sprake is van zelfcensuur. Ook op onze social media platforms. Ja. Als er iets rondom boeren, vluchtelingen, asielzoekers speelt. Heel voorzichtig formuleren. Dan gaan wij wel bedenken, gaan we het vandaag posten of niet? Hebben we daar genoeg mensen voor om het te gaan moderaten of niet? Nou, dat is dus niet. Dat is dus ernstig, Hubert. Ja. Dan gaan we dus nu al ons inhouden. Ja, nou, het eerste half uur ging het hier over de vraag of wij ons ook zorgen moeten maken over de kwetsbaarheid van onze democratie. Pluriforme democratie. Ja, nou, dit ik denk is weer dat een voorbeeld dat er reden is voor zorg. Ja. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.